Vandaag is een prachtige dag. Het is namelijk de dag van de grote Yunus Emre Koran-competitie. En vandaag zijn we bijeengekomen voor de grote finale tussen de verschillende Yunus Emre schoollocaties. In eerste instantie zijn we begonnen in de klassen. Elke klas heeft twee winnaars die door zijn gegaan naar de locatiefinale. En daar hebben de kinderen tegen elkaar opgenomen in verschillende categorieën. En vandaag is dan de grote dag dat de kinderen van de verschillende locaties het tegen elkaar opnemen hier in de feestzaal van Zichtenburg. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Het is toe. Za. Nee, dit is speciaal voor iedereen van basisschool Yunus Emre. En in het bijzonder de finalisten die gaan strijden op 15 mei met het reciteren van de Koran. Ik ben trots op iedereen die aan het kijken is. Ik hou van jullie omwille van Allah subhanahu wa ta'ala en degene die niet meedoen. Doe je best en hopelijk doe je de volgende keer wel mee. En voor degene die meedoen, je hebt je voorbereiding gedaan. Vertrouw op Allah. Alles komt goed. Yes, jullie staan daar en dat is mashallah heel, heel erg bijzonder. Ik wil zeggen dat ik super, super trots op jullie ben. Jullie behoren op zo'n jonge leeftijd al tot de beste mensen op deze wereld en in onze dien. En ik wil zeggen dat er absoluut geen verliezers zijn. Jullie zijn allemaal winnaars voor mij. Mogen we spannend jullie rijkelijk belonen. Voor mij zijn jullie een grote motivatie om de Koran door te pakken. En inshallah, wat ik net zei, iedereen gefeliciteerd. Als je vandaag wint of verliest, je bent al een winnaar. En wie weet komen we elkaar in de toekomst tegen, inshallah. Veel succes en veel plezier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De profeet zegt in overlevering, Ghayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Namelijk de beste onder ons is degene die de Koran leert en de Koran verder onderwijst aan anderen, subhanallah. Fa'idha. نزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Ik zie dat het best wel een lastige keuze is, Irfan. Wat zou je hierover kunnen vertellen? Wij vragen ons spontaan om onze juiste keuze te laten maken. Nee, mashallah. Dat het zo moeilijk is, dat wil dus zeggen dat het niveau zo hoog is, dat het heel moeilijk kiezen is voor ons. Lamme werk. Is het dan gewoon een kwestie van smaak? Nee, we kunnen best wel zwart-wit kijken naar de fouten die zijn gemaakt en tajweed die is toegepast. Maar als het op een gegeven moment op zo'n hoog niveau komt, dan moeten we echt gaan kijken van oké, deze was heel goed, maar deze was nog beter. يشفي صدور المؤمنين جاءت لنا آياته دليل حق ويقين نور وأنس وحنين يشفي صدور المؤمنين جاءت لنا آياته دليل حق ويقين. ميس رضوان, jouw dochter heeft ook meegedaan. Hoe heb je het ervaren? Ja, het was echt mooi. Alhamdulillah, heel mooi om de kinderen te zien strijden omwille van Allah. Want normaal gesproken, ja, ze concurreren met elkaar voor Pokémon-kaarten of andere leuke dingen. Maar dat ze hier omwille van Allah met elkaar zitten concurreren voor Koran. En mijn dochter is tweede geworden. Maar ze zegt, ja, ik wil de eerste worden. Ze was er verdrietig van. Dat betekent dat er nog meer motivatie in zit volgend jaar om er echt iets meer uit te halen. De hele voorbereiding hier naartoe, het was gewoon geweldig, mashallah. Ja, voorbereidingen zijn natuurlijk ruimschoots van tevoren begonnen. Het begon natuurlijk allemaal bij de locatiefinale, zeg maar voor ons in de klas. Vervolgens op locatie in finale, ook met een jury. En dan uiteindelijk hier. En dat vergt natuurlijk heel veel organisatie. Zeker omdat je natuurlijk dingen moet uitzetten, je moet een draaiboek maken, je moet dingen communiceren. Dus er zit heel veel werk in. En alhamdulillah, echt wel verspreid over een langere tijd. Kijk, ik vind het sowieso echt geweldig om dat te zien. Ook voor de kinderen, dat ze gemotiveerd worden om in ieder geval de Koran te memoriseren. Maar ook om voor zo'n publiek te staan. Een beetje zelfverzekerdheid. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond dat de kinderen het geweldig hebben gedaan, mashallah. Inderdaad, allemaal winnaars, mashallah. Ja, je hebt het gezien hoeveel ouders er vandaag zijn op afgekomen. Hè? En wat het allemaal doet met de kinderen, de spanning die ze hebben, de motivatie. Ik heb prachtige verhalen gehoord van kinderen die van in één keer niet van geen Koran lezen, zijn gaan beginnen met het registreren van de Koran, het memoriseren van de Koran, lessen gaan volgen. En de ouders ook heel bewust bezig met hun kinderen, subhanallah. Dus je merkt wel dat het ook echt wat doet met de kinderen. Dus het is niet zomaar een activiteit, maar het is echt een activiteit waar veel meer achter zit en waar je echt wel alhamdulillah heel veel profijt uit haalt. Ali, onze bestuursvoorzitter. Ali, hoe heb je het vandaag ervaren? Ja, hoe ik het ervaren heb. Heel moeilijk te omschrijven, maar wel echt iets heel moois, iets prachtigs. En het is een dag die om niet te vergeten. Het belang van de Koran, uiteindelijk is de Koran de bron van onze identiteit. Ik had er vanmorgen even ook met Abu Smail ook over. Het is de bron van ons bestaan. Het is de bron van de islam. En dat stimuleren en het belang daarvan meegeven aan onze kinderen, onze ouders en dat levendig houden, dat is voor ons wel heel belangrijk. Omdat dat maakt wie we zijn. Als islamitische basisschool zien we dan ook het belang in van dergelijke activiteiten. Activiteiten zoals de Korencompetitie dragen bij aan het versterken van de identiteit van onze moslimkinderen hier in Nederland. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala dit een blijvend succes laten worden. Inshallah hopen we jullie weer terug te zien in het komende jaar. Waarbij we weer een Korencompetitie zullen organiseren. Wa subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa huna halaqatu siddiq. قلب ينبض بالقرآن.